Eind jaren 80 is Nederland rijp voor iets nieuws. Het was het decennium van het doemdenken. We waren bang voor AIDS, we waren bang voor de kernbom. En op de dansvloeren was iedereen in het zwart gekleed. Housemuziek en houseparties. Wie zich niet elk weekend in het nachtleven stort, kan vandaag zien en horen wat hij tot nu toe gemist heeft. House is niet zomaar muziek of zomaar een feest. House is een verschijnsel, een fenomeen. Another night, drink tickets, all your best friends are dealers. What do we do? Party on. Het gebeurde in Engeland, de Summer of Love. Er zijn veel Nederlanders heen geweest die het gezien dat hier geïntroduceerd. Toen de eerste houseplaten kwamen door DJ's gemaakt uit Chicago, New York, Detroit, zat ineens zoveel dynamiek in dezelfde power, het was echt een verademing. Techno, je hebt de Amsterdamse happy house-stijl, gabber. Het gevoel van samenhorigheid binnen de house scene duurt niet lang. Er ontstaat een scheiding met aan de ene kant de liefhebbers van melodieuze clubhouse, ook wel mellow genaamd. Aan de andere kant staan de liefhebbers van harde en snelle techno. Tegenwoordig is het gewoon raggen. Het wordt gewoon steeds harder, steeds sneller en steeds agressiever, vind ik ook. En, het heeft niks meer met soul te maken. Het wordt ook niet meer gedanst, heb ik het gevoel, weet je. Het wordt echt alleen maar geheadbanged. En... Rotterdam, het lijkt in clichés, maar ze zijn trots op dat ze arbeiders zijn of afstammen van arbeiders. Amsterdam kon ook wel hardcore maken, maar die van Rotterdam was toch altijd wel een tandje gemener en harder. Thank you.
us to go home. But before we go home, we ain't going out like that. De groepen die van die muziek hielden, zag je dezelfde kleding gedragen. Je zag de Australiën pakken kwamen. Ja, dat was dan het kenmerk van Gabbe zijn, kale kop, Nike Airs eronder. Ik vond het eigenlijk een beetje jammer, want ik hou niet zo van eenheidsworst. Dus dat iedereen hetzelfde eruit ziet, zeg maar. Ik begon met muziek maken, met feesten toen. Hebben gestaan voor zalen met mensen in smoking zelfs. En gekke dingen en punkers en alles door elkaar. En dat vond ik erg leuk. Dus op een gegeven moment als iedereen dan hetzelfde gaat aandoen, ja. Ik zelf vond dat niet zo leuk, maar ja, dat is waar mensen voor kiezen. Much easier to be a passive consumer and wear the right Nike shoes or something. I don't know what. Just... Give me a motherfucking break! Sorts of memory and see what happens, which is kind of what has occurred with this late 20th century generation. Yeah.
great. Nog steeds hakken on TMF. Straks laat ik je beelden zien van een van de beste en een van de bruutste en de vreedste parties van het afgelopen seizoen. Dat is geweest een knorparty gehouden in Utrecht. En als je daar geweest bent, dan zou ik zeer zeker even blijven kijken, want het was te vet. Dus check it out. In no time was het eigenlijk geen underground meer. In mijn ogen. Kijk, voor het grote hardcore publiek was het underground, maar een feest waar 18.000 man komt. Yo, welkom bij TMF vandaag. Welkom bij Hakken. En de reden waarvoor ik hier huis zit is omdat het binnen gewoon niet uit te houden is. Want ik schrik er gewoon van. Ik heb collega Piet al een keertje horen zeggen van ze knapen me in het binnen en ze tetsen me op mijn hoofd. Nou, mensen vinden het tof om mijn handtekening te vragen. En ik vind het ook tof om mijn handtekening te geven. En iedereen wil op televisie natuurlijk. En ja, dat kan ik jullie ook niet kwalijk nemen. Maar voor ons is het daarom een beetje moeilijk geworden om te werken. Dus een paar dingen doen we even hier. En dan zometeen ga ik sowieso even proberen om weer even met wat grabbers te spreken. Maar wat hebben we vanavond voor jullie? Of in ieder geval, waar gaan jullie nu eerst naar kijken? Ja, jullie gaan kijken naar DJ Mike. Zullen we maar even snel kijken? Dat was Mike. En met alle respect voor Mike, maar we zitten wel in een hakkenprogramma.
right here is go back. Way back. Back in the time. Mensen die roepen van ja, dat oldschool, dat is teruggrijpen omdat de hardcore maar niet verder komt. Zie je dat zelf ook zo? In sommige gevallen wel. Er zijn een aantal producers die nog lekker innovatief zijn. Mm-hmm. Maar een heleboel loopt met de meute mee en dat is wel een zonde inderdaad. Op een gegeven moment werd het commercieel gemaakt. En omdat ik zag dat andere mensen grote hits gingen scoren met, eigenlijk met iets wat we met z'n allen gecreëerd hebben. Toen had ik ook iets van, hey, ik wil er ook nog wel een gaantje mee pikken, want ik heb niet voor niets mee helpen opbouwen. Dus laat me ook maar wat kijken hoe dat is. Alle dingen die je op een grote manier brengt, dat is een soort volksvermaak. En Gabber was dat ook. The only difference is a couple of years. A couple of years. What's underground now is going to be commercial in a year or two.
ending in the underground scene or? No, because when you have a flop, then it's underground. No, because when you have a flop, then it's underground. No, because when you have a flop, then it's underground. No, because when you have a flop, then it's underground. Gabbers, opgelet! Niet alleen door zijn nummer Hakken en Zagen, maar ook dat hij het programma Hakken als MC, een van de MC, presenteert bij TMF. Hier is Gabber Piet! Ik zeg hi! Oké, ik ben aan de andere kant blij dat ik niet genomineerd ben, want ik ben hardcore! Hier zijn we weer! Journey 2. Yo. Two CDs with the best hardcore. Voor maar 25